Dames en heren, goedemiddag allemaal. Een kleine technische hiccup. We hebben gewoon heel veel deelnemers. Dus dat betekent nu al een uitermate succesvolle middag. Dat is gewoon een kwestie van omdenken is dit. Fijn dat er zoveel mensen zijn. 121 participants op dit moment. Ik ga eens eventjes kijken naar Steven en Brigitte. Of dat het geluid hier vandaan luid en duidelijk doorkomt. Ja, is daarop het antwoord. Ik zie allemaal duimpjes omhoog gaan, dus dat is mooi. Mijn naam is Marcel Jongmans en ik ga jullie vandaag door deze dag nemen en begeleiden. We hebben daar een mooie draaiboek voor. Hoe gaan we het doen? Dat ga ik jullie zo meteen vertellen, maar eerst een paar huishoudelijke mededelingen. De meeste mensen, zie ik al, die zijn al zeer gewend aan alle Zoom-activiteiten van de afgelopen maanden en hebben netjes hun microfoon op mute staan. Dus zeker in de plenaire gedeeltes doe dat dan ook vooral. Maar ik zie eigenlijk op dit moment helemaal niemand aanstaan. Dus dat gaat al fantastisch goed. Ook een andere vraag is om, maar dat zie ik bij de meeste mensen eigenlijk ook goed gaan, om ervoor te zorgen dat je naam in het scherm staat en je dienst erbij. Dus bijvoorbeeld Delano zie ik staan en die heeft staan gemeente Drechtstede. Dus dan weten we gelijk dat hij van de gemeente Drechtstede is. Nou, hoe kun je dat nou regelen als je op de Zoom onderin je schermpje klikt op participants en je klikt op dat schermpje, dan zie je jezelf staan rechts van het scherm en daar kun je op rename klikken en doe dan eventjes je naam en je dienst. Naam en je dienst. Dus als je daar zin en tijd voor hebt om dat te doen, zou dat echt ongelooflijk fijn zijn als jullie dat doen. Ondertussen wordt er bij mij in de chat druk gepraat, want we hebben een technische ondersteuning. Steven en Brigitte zitten klaar om jullie helemaal technisch gezien door de dag heen te begeleiden. Dus zometeen in de breakout rooms gaat dat helemaal goed komen. Dus nogmaals, voor de mensen die nu net binnenkomen, want we zitten al inmiddels op 135 mensen, dames en heren. Verander eventjes je naam. Met de dienst erbij, dus bijvoorbeeld Cor Zwaans, die heeft al opgegeven dat hij van De Hoop is. En Renske heeft ook al de diensten opgegeven. Annemarie Kuiphoft, die vertelt nog steeds dat ze op de iPad zit, dus misschien kan ze van het woordje iPad dan haar dienst maken. En zo krijgen we dan steeds meer duidelijk wie waar bij welke dienst zit. Het thema van vandaag van de college tour, en dit is niet de laatste college tour die we gaan doen, is hoe werk kan zorgen en hoe werk in de zorg past en hoe werk kan zorgen voor alle mooie en goede dingen. We hebben daar een aantal sprekers en mensen voor in ons midden. Ik zit even te kijken, want ik kreeg namelijk ook nog eventjes een appje over dat Lex inmiddels ook is gearriveerd, onze spreker. Dus we kunnen het programma gaan opstarten. Hoe ziet dat programma eruit? Nou, het is eigenlijk vrij simpel als dat het makkelijk is. Zometeen ga ik door naar Joost. Die doet een welkomstwoord. We krijgen daarna een video over werk als beste zorg. Daarna krijgen we een heus college van iemand van de Erasmus Universiteit. Lex Beurdorf gaat het een en ander vertellen. We doen een leuk vraaggesprekje met Renske van Doorsen van de GGZ. Dan hebben we een kleine pauze, 5 minuten. Dan gaan we in subgesprekken uit elkaar en dat regelt Steven allemaal op de achtergrond. En jullie worden zometeen verdeeld over een aantal gespreksleiders. Ik noem ze even Monique Krompé, Lenne van der Merwe, Bart Lawa, Laura Pelikaan, Lotte Kersten, Julie Karremans, Linda Vonk, Vanessa Bal en Dorine IJsseling. Die zitten allemaal klaar om met jullie het gesprek in te gaan. En op het moment dat we die gesprekken met elkaar hebben gevoerd, dan is het eigenlijk simpel, zoals dat gaat in iedere bijeenkomst zoals deze, komen we plenair bij elkaar terug in de centrale ruimte en delen we met elkaar de tips, tricks en tops, de gouden ideeën, de gouden tips, met één spannende opdracht. Als je al een gouden tip hebt gehoord van je vorige spreker, dan moet je ervoor zorgen dat je ongelooflijk snel en hard een ander gaat verzinnen of een ander deelt. En dan hebben we de afsluiting, dan zien jullie mij weer terug. Want het ophalen van de tips en de tricks, dat doet Steven. Want Steven kan en ieder in de spotlight zetten en dan krijg je eventjes de tijd om je tip en je trick te delen. Nou, tot zover ziet het draaiboek eruit. Ik had jullie beloofd om te starten met Joost, om die naar voren te halen. Dus ik wil Steven vragen om Joost op het scherm komt. En ik krijg onderbroken geluid alsof het steeds vastloopt.
Nou, ik heb mijn verbinding hier helemaal goed zitten. We zijn aan het kijken of dat we dat beter kunnen laten lopen. Joost, is Joost in ons midden, Steven? Volgens mij staat Joost nu op de staat hier front and center naast jou. Dus het is het, jullie kunnen het een soort interview starten als je wil. Maar we kregen even wat meldingen over geluid. Ik moet even zeggen, het ligt even aan de verbindingen thuis. Want bij ons kom je nu ononderbroken door qua geluid. Oké. Ja. Nou, hartstikke goed. Joost is ook in ons midden. Joost, hartstikke fijn dat je er bent. Tante S, u weet wel, Raymond Laat, die zou vragen: wie is je vader, wie is je moeder? Dus laten we die traditie maar eens een keertje voorzetten. En kun je eens vertellen wie je bent en waar je werkt en wat je doet? Ja, dat kan ik. Goedemiddag. Hoort iedereen mij? Kan iemand knikken? Want ik ben niet zo'n technisch wonder. Ja, het gaat fantastisch. Ik zie overal duimpjes omhoog gaan. Nou, mijn naam had je al aangekondigd, Joost van de Hoek. Ik ben MT-lid bij de Sociaal Dienst Rechtsteden. En daar werk ik alweer een jaartje of 7, 8. En ik ben verantwoordelijk voor de sector werk en inkomen. Dus alles wat te maken heeft met de participatiewet. En de bijzondere bijstand en ontwikkelen naar werk. Waaronder werkersbeste zorg valt onder mijn verantwoordelijkheid. Hiervoor heb ik een tijdje in de zorg gewerkt. Dus die wereld ken ik ook wel. Met name de gehandicaptenzorg. Daarvoor in gevangenissen. Maar de meeste mensen die hier ingelogd zijn, die kennen mijn achtergrond wel. Mijn vader leeft nog, die is 78 als je dat wilt weten. Meestal vragen ze dan hoeveel koeien heeft hij? Nou, geen, want ik kom uit de stad. Dus, Dat is duidelijk. Hey, Joost, dit is een van de eerste college tours die we gaan doen, hè? Waarom vind jij ze belangrijk? Wat is jouw beeld van deze college tours en wat hoop je eruit te halen en te krijgen? Nou, wat ik er belangrijk aan vind, is dat we met elkaar thematisch kijken naar ons werk. Hè, en daar een aantal zaken gewoon eens even goed belichten van, joh, waarom doen we ze eigenlijk? En wat is nou de publieke waarde daarvan? En hoe kunnen we mensen daarin meenemen? De sociale dienst is al lang geen bolwerk meer waarbinnen mensen van het werk zijn, maar steeds meer een organisatie die zich beweegt in een netwerk van werkgevers en maatschappelijke organisatie binnen een samenleving waarin ze met elkaar proberen publieke waarde te genereren. Nou, dat staat vandaag ook centraal, hè, in het project Werk als Beste Zorg. Maar de onderliggende waarde is natuurlijk die publieke waarde. Dus daarom vind ik het belangrijk om dat hier met elkaar te delen. En dan is het fijn als 130, 135 mensen aansluiten. Dat is mooi om te zien. Ja, ik kan je verklappen, Joost, dat we er inmiddels 146 hebben. Dus deze bijeenkomst is een hele goeie. Even, ik zie hem in de chat voorbij komen, maar ik ga hem ook even mailen meegeven tussendoor, Joost, tussen ons interviewtje door. Er zijn mensen die last hebben van haperend geluid. Die zitten 9 van de 10 keer binnen de werkomgeving van hun werk sociale dienst of daarbuiten. Als je de link kopieert van de Zoom-link en gewoon buiten omgaat, dan heb je over het algemeen wat beter geluid. Of zelfs heel goed geluid. Want ik kan jou luid en duidelijk verstaan, Joost. Publieke waarde heb jij het al over. Met elkaar samenwerken, themagericht met elkaar bezig zijn. Ik heb een beetje het idee, maar correct me if I'm wrong, Joost, dat de de sociale dienst ook heel erg aan het leren is van alle andere diensten die bijvoorbeeld vandaag aanwezig zijn, maar ook tijdens de bijeenkomst van vorige week. Jullie willen echt een lerende organisatie worden, hè? Ja. En zijn. Ja, dat klopt. Waar we voorheen natuurlijk, net als alle andere sociale diensten en gemeenten in het land, natuurlijk vooral een uitvoerder waren van wetten en regels, hè? Zijn we nu veel meer in staat en geënt, zeg maar, op hoe ontwikkelen we ons nu als organisatie binnen een samenleving met een groeiende vraag naar ondersteuning. En we hebben niet voor niks een visie geschreven die ontwikkelen naar werk, bestaanszekerheid versterken en zorgen voor ondersteuning predikt. Dat zijn weliswaar containerbegrippen, maar die proberen we natuurlijk inhoud te geven met de organisaties rondom ons heen en de medewerkers die daarin werken. Ja. Om met elkaar in samenwerking die meerwaarde te creëren. Ja, en daar waar je zelf acteert en andere mensen vanuit andere organisaties ook acteren in jouw netwerk, heb je natuurlijk een leercurve. Dat betekent dat je gezamenlijk verder komt. Nou, en dat staat natuurlijk ook centraal in het project Werk als Beste Zorg. Laten we daar maar helder over zijn. Ja,
Helder, helder, helder. Nou, we gaan zeker leren, Joost. Want we hebben twee mensen in ons midden die... Nou, we krijgen echt een heus college. Dat is altijd leuk en altijd mooi. Ik wil jou bedanken voor jouw openingswoorden. Want wij moeten zo meteen eigenlijk al meteen naar het college toe. En ik heb vroeger altijd geleerd... Wees nooit te laat voor colleges. Dat helpt bij de cijfers die je later krijgt. Dus we gaan dat zeker doen. Joost, bedankt voor zover. We zien je waarschijnlijk nog wel eens een keertje terug bij de college tours. Gaan wij door met een kleine video, want ja, werk als beste zorg, wat houdt dat nou in en wat betekent dat? Ik wil Steven lief aankijken om de video in te starten. Mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid, zoals autisme of psychosegevoeligheid, komen over het algemeen moeilijk mee in de maatschappij. Ze kampen vaak met een combinatie van problemen op psychisch vlak, maar ook op andere levensgebieden. Denk aan het verlies aan ritme en structuur, schulden of eenzaamheid. Dit vraagt om intensieve behandeling en begeleiding vanuit verschillende disciplines. In de regio Drechtsteden werken de sociale dienst Drechtsteden, GGZ-instelling Julius en zorgverzekeraar VGZ samen, omdat we geloven dat werk een belangrijk onderdeel is van de behandeling voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheden. Door bemiddeling, begeleiding en coaching op maat helpen we mensen om betaald werk te vinden en te houden. Dit biedt ritme, rolherstel en zingeving. Deze kwaliteitsimpuls leidt tegelijkertijd tot een kostenreductie. De vraag van deze mensen naar specialistische GGZ-behandeling halveert en zij doen een kleiner beroep op gemeentelijke uitkeringen. Wij doen dit inmiddels voor steeds meer mensen in de regio. Werk als beste zorg, een hogere kwaliteit van leven met als bijvangst lagere maatschappelijke kosten. Mijn naam is Ivar, ik ben 43 jaar oud en ik heb autisme. Na een tijd thuis gezeten te hebben ben ik bij Werk is de Beste Zorg terechtgekomen. Wat ik heel prettig vond aan werken als beste zorg, is het gevoel dat je het echt samen doet. Waardoor je echt het gevoel hebt dat je gesteund wordt. Dagelijks ontmoet ik leuke nieuwe mensen. Ik verdien meer, ik heb nu echt weekend en ik ben erg blij dat het zo heeft uitgepakt. Nou, dit is precies waar het vandaag om draait. Werk als beste zorg. Daar gaan we een heus college over volgen. En niet minder dan Lex Burdorf is degene die ons dat college gaat geven. Hij is hoogleraar bij de Erasmus Universiteit. En weet alles over de positieve effecten van werk. Dat is altijd wel positief. Het is altijd een mooi verhaal in Nederland. Hè? Iedereen wil de 7 miljoen verdienen. En dan zo snel mogelijk stoppen met werken. Maar wat en meer nog dan dat we met z'n allen denken. En we worden er ook nog eens een keertje heel gezond van. Dus eigenlijk zou je willen dat iedereen de 7 miljoen wint en een nieuwe baan krijgt. Als je het mij vraagt. Tenminste, als je het vanuit een wetenschappelijke hoek benadert. Lex, als het goed is, ben jij in ons midden? Ja. Ik wil jou vragen om... Kijk, daar zit hij. Wat fijn dat je er bent en aanwezig bent. Ik ga er eventjes van uit dat jij jezelf gaat voorstellen. Je hebt in ieder geval een prachtige mooie achtergrond. Namelijk Rotterdam. Dat is altijd fijn. De mooie Drechtsteden en het mooie Rotterdam wat tegen elkaar aan ligt. Lex, ik wil je vragen om ons mee te nemen jouw wereld in. En ik hou voor jou een klein beetje de tijd in de gaten. Dus als ik dadelijk heel een beetje er doorheen kom, dan is dat niet omdat ik asociaal wil zijn, maar dan heb ik hem voor jou in de gaten gehouden. Maar je weet hoeveel tijd je hebt. Dus Lex, ik zou zeggen, stel jezelf voor en vertel je verhaal. Ik hang aan je lippen. Dat is heel goed. Ik heb deze achtergrond speciaal voor jullie aangebracht vandaag. Nou hoop ik dat ik even wat toestaan om mijn scherm te delen door de technische ondersteuning. Want dat heb ik wel nodig voor mijn presentatie. Ja, dat gaat helemaal goed komen.
Ja, ik doe al een aantal jaren onderzoek naar arbeidsparticipatie, vooral vanuit de gedachte van gezondheid. Ik werk aan het Erasmus Medisch Centrum, dus ik doe heel veel onderzoek op het gebied van gezondheid. En ik wil vandaag drie dingen in deze korte lezing met jullie delen. Eén, toch even kort de trends in de arbeidsparticipatie bespreken. Wat zijn de algemene trends die wij zien? En wat voor vragen stel ik mij daar zelf bij? Wat betekent dat? Vervolgens wil ik doorgaan over de waarde van werk. Dat sluit heel goed aan bij het filmpje. En dan vervolgens wat observaties vanuit mijn eigen onderzoeksterrein van de afgelopen 10, 15 jaar. Over wat is nou nodig om arbeidsparticipatie onder kwetsbare groepen te vergroten. En ik begin tegenwoordig toch eigenlijk altijd met slecht nieuws. En ik denk dat veel van jullie zullen dat weten, maar de evaluatie van de participatiewet heeft eigenlijk laten zien dat die wet voor de mensen voor wie het bedoeld was, eigenlijk een verslechtering heeft betekend. Het rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau van november 2019... schrijft op, in de oude situatie vond binnen 4 jaar 55% de betaalde baan en dat is nu maar 39%. En dan praten we in de periode pre-COVID, waarbij de werkloosheid heel laag was. En als je dan nog gedetailleerder kijkt, dan blijkt dat de helft van die mensen een contract heeft van 12 maanden of langer. En voorheen was dat 70%. En een substantieel deel komt dus terecht in uitzendbanen en oproepkracht zijn. En dat vind ik als onderzoeker nu interessant. Dat je een wet ontwerpt en invoert tegen alle maatschappelijke discussie in. Waarbij we nu moeten constateren dat die een apart effect heeft gehad, maar omgekeerd dan wat je beoogt. Dus dit is een klassiek voorbeeld van hele slechte wetgeving. Wat zien wij ook? Dat vooral mensen met psychische en verstandelijke beperkingen, die zijn dubbel de pineut. Dus de arbeidsmarktsituatie van mensen met beperkingen is al slecht, maar als je psychische beperkingen hebt, is dat nog veel slechter. En ik ben afgelopen jaren daar verder onderzoek in gaan doen. En met behulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek heb ik informatie aan elkaar kunnen koppelen. Dus ik heb informatie over medicijngebruik kunnen koppelen aan arbeidsmarktpositie. En met dat medicijnengebruik kan je ziektes definiëren. En we hebben een hele, beetje op hoofdlijnen verschillende aandoeningen gedefinieerd. En dit is een plaatje van psychologische aandoeningen. Psychische aandoeningen. Waarvoor mensen medicatie gebruiken. Dus voorgeschreven medicatie door een arts of een psychiater. En vervolgens kijk je, en dit zijn cijfers over heel Nederland. Hier zitten 10 miljoen mensen in deze grafiek. En simpelweg was ik geïnteresseerd in wat is het verschil tussen mensen die werken en die niet werken. En er zijn eigenlijk 3 belangrijke observaties op basis van dat plaatje. Als je op 18-jarige leeftijd kijkt, dan
is onder werklozen is het gebruik van medicatie voor psychische aandoeningen is 4 keer zo hoog als onder werkenden. Dus dat is een indicatie dat als je die medicijnen gebruikt vanwege je aandoening, dat de kans om de arbeidsmarkt te betreden heel klein is. Die is in ieder geval 4 keer zo slecht dan als je die ziekte niet hebt. Vervolgens, wat een andere belangrijke observatie is in dat plaatje, is dat je bij de werkenden zie je het heel langzaam stijgen. Over de tijd worden meer mensen krijgen die aandoening. Dat is wat je met heel veel ziektes ziet. Nou vind ik fascinerend wat er bij mensen die werkloos zijn gebeurt. Dat stijgt. En dan na de leeftijd van 45 jaar begint het heel sterk te dalen. En waardoor dat komt, weet ik niet. Maar dat is voor heel weinig ziektes geldt dat. Dus wat is hier nou exact aan de hand? Daar gaan we nu onderzoek naar doen. Ik zelf heb als hypothese dat op een gegeven moment op oudere leeftijd je maatschappelijke positie anders wordt. En dat dat waarschijnlijk leidt tot andere effecten op je psyche. Als je al heel lang werkloos bent, op een gegeven moment denk je, de kans dat ik nog werk zal krijgen, die zal heel klein zijn. Ik ga me er niet meer druk om maken. Ik ga mijn leven anders inrichten. En dat leidt er waarschijnlijk toe dat je ook minder psychische druk voelt. Wat in dit plaatje niet te zien is, maar dat is het laatste aandachtstreepje. We hebben uitgerekend dat bij werklozen, dus alle werklozen in Nederland, als je kijkt wie vinden er werk en wie niet, dan is van al die werklozen in Nederland bij 35% speelt die psychische aandoening een belangrijke rol. Dus 1/3 van de werklozen die niet betaalde arbeid vinden, is toe te wijzen aan de aanwezigheid van deze aandoeningen. En dit is daarmee de belangrijkste aandoening als barrière voor werk. En dat percentage van 35, als je dat mij had gevraagd, dan had ik dat niet zo hoog ingeschat. Dit is echt verbazingwekkend. Een tweede observatie over arbeidsparticipatie die ik wil doen, is dat het zal duidelijk zijn als je een chronische ziekte hebt, dat je minder kansen op de arbeidsmarkt hebt. Dit is onderzoek wat wij in Europese landen hebben gedaan. En we hebben dat onderscheid gemaakt naar opleidingsniveau. Hoog, midden en laag. En dan is het blauwe balkje is mensen in goede gezondheid. Hoogopgeleide mensen van werkzame leeftijd. Dit is een onderzoek tussen de 19 en 65 jaar. 83% werkt. Als je dan kijkt binnen die hoogopgeleide, naar hoogopgeleide mensen met een chronische aandoening. Dat is dat rode balkje ernaast. Dat zijn 17% van de hoogopgeleide mensen. Dan zie je dat het rode balkje lager is. Ongeveer 10% lager. Gaan we nou kijken, mensen met een middelbare opleiding. Dan zie je het blauwe balkje, iets minder arbeidsparticipatie. Het rode balkje, iets meer mensen met een chronische ziekte. Maar het verschil tussen mensen zonder en met chronische ziekte voor arbeidsparticipatie is gestegen. Gaan we naar mensen met een lagere opleiding. U raadt het al, iets meer mensen met een chronische ziekte. Minder arbeidsparticipatie van mensen die gezond zijn. Maar vooral een achterstand in arbeidsparticipatie van mensen met een chronische ziekte. Dus hier spelen 2 fenomenen een rol. Naarmate de opleiding lager is, is er minder arbeidsparticipatie. Maar als je een chronische ziekte hebt, dan loopt die achterstand op de arbeidsmarkt, die loopt naarmate die opleiding lager is, sterker op.
Dus voor hoger opgeleiden met chronische aandoening is het makkelijker klaarblijkelijk om te werken dan voor mensen met een lage opleiding en een chronische aandoening. En dit roept allerlei vragen op. Ja, komt dat nou door de individuen? Mensen met een lage opleiding hebben andere chronische ziektes en misschien is het daardoor moeilijker om het werk te doen. Komt het door het werk? Ja, als lager opgeleiden zwaarder mentaal en fysiek werk doen, is het misschien moeilijker om met een chronische ziekte het werk te doen? Of is er ook zoiets als nationale regeling, nationale context? Het zijn drie niveaus, individu, werk en nationale context. Daar heb ik de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar gedaan. En op al die niveaus zie je belangrijke factoren die verklaren waarom lager opgeleide met chronische ziekte de grootste achterstand op de arbeidsmarkt hebben. En ik ga de chat gebruiken om toch even te kijken wat mensen vinden. Hè, als veel langdurig werkloze gezondheidsproblemen hebben, wat zou dan de eerste logische aanpak zijn? Zou je dan de gezondheid willen verbeteren? Zodat met een betere gezondheid mensen weer sneller aan het werk kunnen? Of zou je zeggen, nou ja, misschien chronische ziekte, dat kan ik niet helemaal vermijden. Laat ik vooral zorgen dat we ze leren beter omgaan met die ziekte. Of zou je aan de werkkant gaan zitten? Dus niet dat individukant, maar aan de werkkant zeggen, nou ja, maar dan moet ik het werk ook iets passender maken voor mensen met een chronische ziekte. Hou dat nou voor jezelf vast waar je de keuze zou maken. Hè? Zou je op A gaan zitten, zou je op B gaan zitten of zou je op C gaan zitten? En dan kunnen we straks in de subgesprekken ook nog met elkaar over van gedachten wisselen. Om het tipje van de sluier op te lichten, er is heel lang gedacht dat we antwoord A, dat we dat moesten doen. Sleutel aan de gezondheid. En we komen de afgelopen 10, 15 jaar echt achter dat antwoord B en C waarschijnlijk veel beter zijn als je mensen wil reïntegreren. Uit mijn eigen geschiedenis, ik heb in de beginjaren 2000 een heel groot onderzoek gedaan onder Rotterdamse werklozen. Die een heel intensief gezondheidsprogramma aangeboden kreeg. 3 maanden lang, 3 sessies van 4 uur in de week, waarin wij vooral bezig waren met dieet, bewegen, cognitieve gedragstherapie, om ze te leren gezonder te leven. Dat onderzoek heb ik bij als een experiment opgezet. 600 mensen deden dat programma, 600 mensen in de controlegroep. Onderzoek duurde 4 jaar, heeft naar hedendaagse prijzen ongeveer 1,5 miljoen euro gekost. En het resultaat was 0,0. Ik kon geen verschil ontdekken op kansen op werk. En ik kon een jaar nadat de mensen het programma hadden afgelopen, ook geen verschil meer zien in gezondheid. En dat was voor mij een teken dat ik zei, als we gezondheid los blijven zien van allerlei andere dingen in het leven van mensen, dan zijn we niet goed bezig. Dus we zijn toen allerlei andere programma's gaan doen. Terug even naar de arbeidsparticipatie. Wat zie ik in de arbeidsparticipatie nog meer gebeuren wat invloed heeft op dat plaatje lager opgeleid, grotere achterstand op de arbeidsmarkt? De laatste 30, 40 jaar, vroeger had je banen met 3 taken. Tegenwoordig, een baan met 3 taken bestaat er niet. Je hebt er gauw al 5 of 6. Er komt vaak technologie aan te pas.
En je moet veel meer communiceren. Dus ik had enige tijd geleden een monteur nodig voor mijn koelkast. En tot mijn stomme verbazing klapte die een laptop open met allerlei metertjes. En ging die eerste koelkast doormeten. En daarna kreeg hij een diagnose en repareerde mijn koelkast. En ging daarna nog rechtstreeks met de fabriek communiceren wat er nou aan mijn nieuwe koelkast stuk was, wat eigenlijk niet had gekund. En al pratende met die monteur over zijn werk, zei hij, ja, 20 jaar geleden, dan keek ik gewoon, repareerde ik en dan vertelde ik op de zaak wat er aan de hand was. En nu moet ik het allemaal live doorgeven en hopelijk doen ze er iets mee. Complexer, meer communicatie. Tegelijkertijd zien we ook de snelheid waarmee werk verandert. Zelfs simpele, relatief simpele banen van vroeger zijn veel complexer geworden. Hogere snelheid, dat vraagt veel van de mensen. Werk is ook veel diverser geworden. De mensen die werken zijn ook veel diverser geworden. De Nederlandse samenleving is veel diverser geworden. In Rotterdam, als grote stad, is de eerste grote stad waar de groepen met een andere etnische achtergrond de meerderheid vormen. Daar moet je mee leren omgaan. En dat betekent meer aandacht voor inclusiviteit. Dat vraagt veel meer van mensen dan vroeger. Dus als ik nou kijk wat er gebeurt op arbeidsparticipatie, dan zijn er dit de conclusies. Gezondheid is echt een belangrijke factor voor deelname aan de arbeidsmarkt en vooral mentale gezondheid. Gezondheidsproblemen op jonge leeftijd geven je een hele slechte start en dat draag je je hele leven mee. En dat betekent, en mijn eerste advies al, de domeinen werk en inkomen en zorg, die moeten echt heel strak samenwerken. En ik zal straks nog toelichten wat daar de consequenties van zijn. Een tweede, en dat heb ik al vaker gezegd in dit soort bijeenkomsten, ik irriteer mij aan de uitdrukking mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want dat is namelijk een individueel probleem dan, als je het zo formuleert. Dus de kernvraag is, wie neemt nu afstand van wie? Is het de arbeidsmarkt die afstand neemt van mensen? Of zijn het de mensen die afstand nemen van de arbeidsmarkt? En dat is volgens mij een echt prangende vraag. En de participatiewet laat zien dat het systeem hier voor een deel de verkeerde dingen doet. En als derde, dat blijkt ook uit mijn onderzoek, er wordt nog te veel ingezet op plaatsing. En als je dan de carrières die wij kunnen volgen bij het CBS op basis van de statistieken, als we de carrières bekijken van mensen met beperkingen, dan zien wij een dermate hoge flexibiliteit dat ik denk dat dat niet gunstig is voor de lange termijn. Dat is voor de korte termijn gunstig, maar niet voor de lange termijn. En Nederland is koploper in Europa met het aantal mensen met flexibele arbeidscontracten. Koploper. En de coronacrisis heeft dat alleen maar verergerd. En mensen met een arbeidsbeperking zijn bij, denk ik, daar nog sterker in vertegenwoordigd dan mensen met een goede opleiding. Nou, dat heeft mij een jaar of 10, 15 geleden ertoe gebracht om veel meer onderzoek te gaan doen. Maar wat betekent dan werk voor gezondheid? Als ik zie dat gezondheid een barrière is om werk te krijgen en te houden, wat betekent werk dan voor gezondheid? En er is al in de jaren 60 onderzoek naar gedaan, maar dat waren we in de jaren 80 en begin jaren 90 al helemaal vergeten. En dit is de samenvatting uit een heel klein boekje van een Zweeds-Amerikaanse onderzoekster. Die samenvat wat zij in haar onderzoek tegenkwam. En ik ga het niet allemaal af, maar dit zijn volgens mij
de termen die je op... ik denk dat jullie allemaal wel iemand voor ogen hebben nu waarbij dit een rol speelt. En zeker in de corona zie je dit gewoon terug. Discussies over, mag ik alsjeblieft weer naar mijn werk om mijn collega's te zien? Mensen zijn nog nooit zo blij geweest dat ze collega's hebben. Dus gewoon samen dingen realiseren, structuur hebben, duidelijkheid hebben. Allemaal heel belangrijk. Omdat dat vorige experiment over gezondheid, dat heette gezond aan de slag, helemaal mislukte, dachten we in Rotterdam, nou, dan gaan we het echt anders aanpakken. En toen zijn we een aantal jaren geleden met het programma Fit for Work begonnen. En het lijkt heel erg op individuele plaatsing en ondersteuning, IPS. Ook weer grootschalig onderzoek, in dit keer in de 4 grote steden. Instroom van 1500 mensen. En ik was de onderzoeker die met een dobbelsteen bepaalde of je de interventie kreeg of niet. Dus volgens de wetenschappelijke normen netjes uitgevoerd. Wat daarin gebeurde, is dat we op basis van de bestaande methodiek in Rotterdam zeiden, als je naar die mensen kijkt, die werklozen met psychische problemen, dan is daar cirkelen omheen allerlei hulpverleners. Die zetten we allemaal in één team. We zetten de psychiater van de GGZ op de sociale dienst. En het enige wat we in het begin gedaan hebben, is zorgen dat iedere hulpverlener in dat team was en de opdracht was, er komt één behandelplan. En iedereen werkt volgens dat behandelplan. En uitgangspunt van het behandelplan is zo snel mogelijk actie om mensen op het werk te krijgen. Dus plaatsing staat centraal en dan moeten we de duurzaamheid van de plaatsing vervolgens proberen te realiseren. Maar één plan, één aanpak en liefst ook met 1 of 2 mensen maar communiceren met die persoon. En niet met 5 of 6 mensen. Vervolgens hebben we die mensen gevolgd en zijn we gaan kijken, wat betekent dat nu? Inderdaad, met ons programma gingen iets meer mensen aan het werk. 6% meer ging aan het werk. Maar we keken ook naar de gezondheid. Dit was de mentale gezondheid gemeten op een schaal van 0 tot 100 bij de start van het onderzoek. Scoren van minder dan 50. Als ik bij jullie diezelfde vragenlijst zou afnemen, dan scoor ik gemiddeld, ik denk 75 tot 80. Dus dit is een grote achterstand. Wat gebeurde er bij de mensen die betaald werk kregen tijdens die interventie? Zagen wij de score heel snel oplopen. En dat is een verschil wat in cognitieve gedragstherapie voor dit soort doelgroepen zal je niet vaak vinden. Dus het was een groot verschil. We keken ook naar fysieke gezondheid. Wederom een schaaltje van 0 tot 100. De fysieke gezondheid van die mensen was beter dan hun mentale gezondheid. Dat klopt, want we hadden ze uitgezocht op mentale gezondheidsproblemen. Dus de fysieke gezondheid was beter. Maar ook hier zagen we dat balkje stijgen. En nu zitten ze bijna op het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. Daarvoor niet, maar nu wel. Zelfwaardering. Nu kun je geestelijk al een beetje bedenken wat er gaat gebeuren. Bedenk even hoe hoog het blauwe balkje wordt. En vervolgens hoe hoog het oranje balkje wordt. Zelfwaardering voor de start. Was beter als mentale gezondheid, maar niet zo goed als fysieke gezondheid. Maar als ze dat bij zichzelf zouden meten nu, dan komen we
80, 85 uit. Dus grote achterstand. En ook daar zagen we dat het gaan werken leidde tot een echte forse stap. Controle over je eigen leven. Dat hadden we in de discussies met de sociale dienst in Rotterdam ook vaak. Van ja, de psychiater die bij betrokken was, die zei ja, maar werk, Yahuda, geeft structuur, geeft regelmaat. En daarmee controle over je eigen leven. Nou, controle over eigen leven, het balkje groeit, maar is toch duidelijk lager dan het gemiddelde. En ook hier zie je weer doorbetaald werk. Toch weer een stijging van zo'n 10-15%. Geluk, wij hebben in Rotterdam een geluksprofessor. Die doet onderzoek naar geluk. En die kwam ik een keer tegen en die zei, ja, moet je ook eens doen bij die langdurige werkelozen. Dus wij hebben geluk uitgevraagd. En ja, je raadt het al. Dus, de meeste langdurige werkelozen zijn niet erg gelukkig. En waar de gemiddelde Nederlandse bevolking rond de 80 scoort, scoren ze aanmerkelijk laag. En toen ze eenmaal betaald werk hadden gevonden, als een speer gingen ze naar dat gemiddelde toe. Nou, als je dat nou voor samenvattend voor betaald werk kijkt. Dit is voordat mensen betaald werk gingen doen. We selecteerden mensen op mentale gezondheidsproblemen. Dus dat is evident dat ze daar laag op scoren, maar ze hebben ook fysieke gezondheidsproblemen. Ze scoren ook minder goed op zelfwaardering. De controle over hun eigen leven is ook minder. Ze zijn ook aanmerkelijk minder gelukkig. En doordat ze betaald werk gingen doen, zag je overal verbetering. En het interessante, en dat heb ik niet in plaatjes bij me, maar het interessante was dat mensen die meer als 32 uur werkten, ten opzichte van mensen die minder als 32 uur werkten, de mensen die meer als 32 uur werkten, hadden een grotere vooruitgang op al die vijf aspecten. Dus onze conclusie was van ja, de waarde van werk, dat is niet een berekening van hoeveel uitkeringslasten heb ik en wat moet ik erin stoppen om mensen aan het werk te krijgen en het verschil is de maatschappelijke opbrengst. Nee, de kosten en baten zitten ook in andere dingen. Betere gezondheid, betere kwaliteit van leven en daardoor minder zorgkosten, meer sociale participatie. Dat is een interessante discussie, maar de meeste sociale participatie, de meeste informele zorg in Nederland wordt gedaan door mensen die werken. En er zijn allerlei redenen waarom dat zo is. Mensen die werken hebben een gezondere leefstijl. Dus ook daar kan weer gaan werken, kan belangrijk zijn. Ik heb zelf geen onderzoek ernaar gedaan, maar uit de literatuur blijkt dat meer werk ook goed is voor de samenleving. Minder voorzieningen, minder overlast, betere schoolprestaties van de kinderen, minder huiselijk geweld. Het zijn allemaal factoren die belangrijk zijn. Dus de waarde van werk is niet alleen euro's voor de medewerker die een inkomen verdient, of euro's voor de dienst, werk en inkomen die minder uitkeringen hoeft te verzorgen. Dit zijn ook belangrijke maatschappelijke waardes. En nou, dat is een onderdeel, denk ik, van het debat. Hoe belangrijk vinden we dat als samenleving? En hoe bereid zijn we daarin ook te investeren? In gezonde leefstijl zijn we bereid best veel te investeren. Daar investeren we, denk ik, zelfs meer in dan in reïntegratie. En dat vind ik eigenlijk de omgekeerde wereld. Nou, sta ik hier nou alleen in dit soort betogen? Nee. Ja, als je met veel afdelingen werk en inkomen praat, hoor ik dat voortdurend terug. En de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft dat vorig jaar ook in een prachtig rapport opgeschreven. Die hebben gezegd, wij moeten weer
zorgen dat het werk wat de mensen doet, A, lonend is. Dus ik zou zeggen minimumloon omhoog. Dat werk ook uitdagend is op een prettige manier. En dat het je identiteit geeft, dat het je respect, zelfwaardering geeft. En dat je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan de samenleving. Dus werk moeten we op die manier weer een krachtige rol geven. En dan, ja, dat is eigenlijk best wel een vernieuwend inzicht. Want de laatste 20 jaar kon je meer inkomen verdienen met het heen en weer schuiven van geld dan met arbeid. De beroemde discussie van Piketty, een heel dik boek over geschreven. Er wordt meer geld verdiend met beleggingen en al dat soort dingen dan met werk. En dat is toch de omgekeerde wereld. Dus de adviezen van de WAR zijn ook gepast loon met zekerheid. Dat is een interessante, hè? Van mensen met beperkingen is dat een 50% door de participatiewet niet te realiseren. Werk met voldoende autonomie en verbondenheid. Dus aan de ene kant zelf je werk mee kunnen vormgeven, maar ook verbonden met anderen. En balans tussen werk en privé. Dus om dat hele onderzoek nou kort samen te vatten, werk is gezond. Voor de meesten. Soms is werk niet gezond. Maar voor de meesten is werk heel gezond. Werk geeft ook waarde aan je persoonlijke leven. Je kan het zelf, als we straks weer veel meer mogen, uittesten op het eerste verjaardagsfeestje waar je staat met veel mensen. Waarover praat je? Over de kinderen en over het werk. Dat is de top 2. Dus en daarnaast hebben we werk als publieke waarde, moeten we echt voortdurend benadrukken. Het is goed voor individuen, maar het is ook voor de samenleving hartstikke belangrijk dat er goede arbeidsparticipatie is, ook van kwetsbare groepen. Nou, mijn afrondende dia's gaan er vooral om, ja, hoe moeten we dat dan realiseren? Ik woon in Feyenoord, dus dit is, vind ik, een leuk plaatje van een bekende voetbalsupporter die allerlei mensen in het stadion nadeed. Zijn vader werd geïnterviewd vlak nadat die foto werd genomen en hij deed allerlei mensen na. En dat geeft precies aan wat het onderwerp is, individu of samenleving. En hoe beïnvloeden die twee elkaar? Een aantal lessen die ik zelf belangrijk vind. Punt 1, dat is op brede terrein. Hè? Ik denk dat de complexiteit van regelingen zo groot is geworden dat personen met een arbeidsbeperking ongeveer een coach nodig hebben om ze te helpen bij al die regelingen. Dus wij moeten het echt omdraaien. Wij moeten de mensen centraal stellen en daarmee aan de slag gaan. En niet de regelingen centraal zeggen. En dan antwoord geven, computer says no. Dat is eigenlijk wat er nu in veel gevallen gebeurt. Dus dat is waar een deel van de oplossing zit. Durven die regelingen op individueel niveau anders toe te passen. De regelingen zijn trouwens ook voor mij als werkgever complex. Ik ben zelf ook werkgever van 150 mensen. Voor mij zijn die regelingen ook complex. Ik heb er iemand voor nodig die mij coacht om op een goede manier ermee om te gaan. Het tweede. Ik maak me daar al een tijdje boos over. Dat mantra in al die beleidsstukken van zelfredzaamheid. Stop ermee. Mensen die zelfredzaam zijn, die vinden wel hun weg in de wereld. Maar mensen die kwetsbaar zijn, hebben juist ondersteuning nodig. En dat moet het startpunt zijn. En dat je ze kan helpen naar meer zelfredzaamheid, dat is prima. Maar start met hun problemen en help ze die problemen op te lossen. Mijn derde, die ik veel tegenkom.
verkeerde prikkels in de organisatie. Ik heb gezien bij 2 sociale diensten, ik zal de gemeentes niet noemen, reorganisatie van het proces en de arbeidsmarkt, kansen voor de meest kwetsbare mensen donderden in elkaar. Want men ging sturen op uitstroom. En wat doe je dan? Dan ga je je energie stoppen in de meest kansrijke groep. En dat is nou precies wat je niet moet doen. Want die kansrijke groep is kansrijk. Die vindt zichzelf wel. Wat ik ook een compleet verkeerde prikkel vind, is dat de baten en de lasten niet goed verdeeld zijn. De gemeente is vaak degene die betaalt. Maar de opbrengsten komen ergens anders terecht. Dus in ons eigen onderzoek zagen we dat de zorgkosten daalden. Dat is gunstig voor de zorgverzekeraar. Dus vervolgens heb ik tegen de zorgverzekeraar gezegd, maar jullie moeten investeren in IPS, in dit soort trajecten. Levert jullie geld op, als eerste. Verdien je binnen 3 jaar terug. Ja, maar wij zijn niet van werk. Nee, ik zeg, je bent van gezondheid. En via werk, nou ja, eindeloze discussie. Waar ik me ook aan erger is die beleidscycli van 4 jaar. Elke 4 jaar een nieuwe nota. Als je pech hebt, een nieuwe wethouder. En dit zijn trajecten waarbij je soms 5, 6 jaar lang hetzelfde moet blijven doen. Dus duurzame plaatsing, ik wens ook duurzaam beleid toe. Eigenlijk zou ik willen zeggen beleidsresistent handelen. En niet elk jaar weer een andere kant op rollen. Dat is volgens mij superbelangrijk. Nog 5 minuutjes, Lex. Ja. Ik ben bijna klaar. Een ander punt waar ik mij echt over opwind is de papieren werkelijkheid die wij creëren. Dit is onderzoek wat gedaan is in het kader van de participatiewet bij werkgevers. En dan worden er interviews gedaan en dan zegt 61% van de werkgevers, ja, nee, natuurlijk zijn we bereid tot plaatsing. Nee, en natuurlijk doen we inspanningen. En dan ga je eens doorvragen en dan doet maar 19% maakt concrete plannen. En uiteindelijk is 5% heeft plaatsing daadwerkelijk gerealiseerd. En waaraan doet mij dat denken? Dit doet mij denken aan alle goede voornemens in januari over gezond gedrag. Dan de helft van Nederland heeft goede voornemens en dan 3 maanden later, ik denk dat nou als 5% daadwerkelijk heeft gerealiseerd wat hun voornemens zijn, dat zou fantastisch zijn. Dus dit is niet om nou tegen werkgevers te zeggen, jullie doen, dit is menselijk gedrag. En er is een hele grote gap tussen wat wij denken dat wij gaan doen en wat wij daadwerkelijk doen. En dat komt omdat die weerbarstige werkelijkheid daartussen zit. Nou, wat zijn nou allerlei elementen die wij uit literatuur weten, uit eigen studies, hè, wat belangrijk is? Nou, leren omgaan met tegenslagen, dat is een skill die je kan leren. En mensen die kwetsbaar zijn, die minder zelfredzaam zijn, die moeten dat leren voor een deel. Wat ik ook geleerd heb, is gebruik werk nu als onderdeel van de therapie. Dus niet eerst mensen gezond maken en dan gaan ze werken. Nee, zo snel mogelijk plaatsing op het werk en dan blijven begeleiden om te zorgen dat dat werk goed wordt gedaan. Dat is echt een doorbraak in het idee. Ik heb ook geleerd dat die gezamenlijke aanpak super belangrijk is. Ontschotten. Dat geldt overigens niet alleen voor dit domein. Dit zie ik ook in de jeugdzorg. Doen wij ook onderzoek, zien we precies dezelfde problemen. En bij mensen die kwetsbaar zijn, moet je ook veel eerder kijken naar wat kunnen ze, wat willen ze en hoe realiseer ik dat door het werk daarop in te richten. En om nou jullie nog 3 korte voorbeelden te geven, dat je zegt van ja, dat is weer zo'n professor die theorie geeft. Ik ben werkgever van 150 mensen. We hebben nu 5 mensen geplaatst de afgelopen 2 jaar.
mijn ambitie is om dat minimaal nog te verdubbelen komende 2 jaar. Ik laat 3 voorbeelden zien. Eerste voorbeeld, hartstikke geslaagd. Ik word intern binnen Erasmus MC word ik heel goed begeleid. Daar is begeleiding voor mij die mij helpt om die plaatsing te realiseren. Ik heb ook geleerd dat ik niet mijn collega's moet vragen, is er nog werk? Want dan komen ze met allerlei klusjes. Dus ik moet aan mensen vragen in mijn omgeving, is er nog een baan die nu niet wordt ingevuld, maar die je heel graag zou hebben, zodat je je werk aan kan. Dus ik praat nu ook alleen maar over volledige banen, echt volwaardige banen. Ik heb er dingen georganiseerd, een rustige werkplek, dagelijkse begeleider. En ik ben heel langzaam begonnen met opschalen van complexiteit. En nu is deze persoon in mijn organisatie cruciaal. Echt cruciaal. Tweede is Valikant mislukt. Ja, dat is onderdeel van ontwikkelingen. Mislukt omdat het cv en het gesprek gaf een compleet verkeerd beeld van de capaciteiten van de persoon. De mogelijkheden die wij konden aanbieden bleken ook niet goed af te stemmen te zijn op die capaciteiten. Het werd steeds moeilijker en op het einde van de proeftijd heb ik de knoop doorgehakt en gezegd, hier gaan we niet meer verder. En de jobcoach heb ik een goed gesprek mee gehad. En die heeft gezegd van ja, dit is nou een voorbeeld van verkeerde plaatsing. Hier zijn we allemaal, hebben we niet goed doorgehad wat er nu nodig was. Dus sorry, ik hoop niet dat je dit weer houdt van de derde kandidaat. Want ik heb een derde kandidaat. En toen zei ik, oké, gaan we. De derde kandidaat, dat was de eerste plaatsing binnen Erasmus MC, was problematisch. Nou, ik raakte in gesprek met die jobcoach en die zei, ja, misschien Lex, bij jou lukt het wel. En ik ben heel zorgvuldig met de kandidaat en de jobcoach in gesprek gegaan. Één-op-één begeleiding georganiseerd. En ik zie iemand langzamerhand weer opbloeien. Hij mag met computers aan de slag, dat vindt hij machtig. Hij krijgt steeds meer verantwoordelijkheden. Hij communiceert heel goed. Hij blijkt ook in één keer Engels te kunnen spreken. Wat ik helemaal niet goed wist. Want in het begin wilde hij dat niet. Dus dat is gelukt. Maar daar heb ik heel veel ondersteuning bij gehad. En dat is eigenlijk mijn slot van mijn betoog. Hè. Dus als ik kijk naar mijn eigen werkgever. We hebben veel mensen succesvol geplaatst. Dat komt omdat wij echt goed samenwerken binnen het huis en buiten het huis. Ik heb heel veel aan interne en externe adviseurs gehad. Want ik kan het ook niet allemaal alleen. Maar de zorgvuldigheid en het team wat daarbij een rol speelt, dat heeft ons echt geholpen. En dat wens ik eigenlijk al die mensen met moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt, wens ik dat toe, dat er een team is wat hun begeleidt. Om af te ronden, nou ja, gezondheid heb ik al gezegd, hè, dat vind ik super belangrijk. Niet bang zijn voor snelle plaatsing, maar dan vooral ook de duurzaamheid in de gaten houden. Niet te veel denken dat iedereen dat op eigen kracht kan. Er vallen heel veel mensen weer binnen 6 maanden uit. En dat komt voor een deel doordat de plaatsing niet goed lukt, heb ik zelf ook ervaren. Maar voor een deel ook omdat er alleen gestuurd wordt op plaatsing en niet op het vervolg. En als laatste, ja, dat is wat jullie zelf ook al in het filmpje terugzagen. Werk heeft een publieke waarde. En werk is er niet alleen maar om simpelweg centjes te verdienen. Werk is voor de samenleving van cruciaal belang. En dat moeten we dus voor iedereen in de samenleving ook kunnen en willen realiseren. En dat is een taak voor ons en niet primair voor de mensen die het betreft. En dan rond ik hiermee af met een fotootje op het Erasmus MC met de prachtige nieuwe hoge bouw. Ik zit nu op 24 hoog.
Het is ongeveer 100 meter hoogte en ik heb het mooiste uitzicht wat er maar is van Nederland. Dat heb je goed gedaan, hartstikke goed. Dank je wel. En wat fijn dat je ook eventjes laat zien dat een professor die op zulke grote hoogte werkt, ook gewoon met zijn voetjes in de klei kan staan met de 3 praktijkvoorbeelden. Dank daarvoor. Blijf heel even hangen, want er zijn namelijk een paar opmerkingen geplaatst. Want er zijn mensen die zeggen, hey, ik hoor eigenlijk al allemaal dingen die we straks in de subgesprekken eigenlijk best wel kunnen gebruiken, hè? Gezondheid niet eerst op orde om daarna te kunnen werken, maar werk als opmaat naar gezondheid. Dat is er bijvoorbeeld eentje. Er begon al iemand, Alex, over als we dan de regelingen, hè, als je daar dan zo druk over maakt, kunnen we dan ook niet de regelingen gewoon eens een beetje aanpassen. Dus dat is ook gelijk een hele mooie die we in de subgesprekken kunnen meenemen. Er was nog wel iemand die vroeg gewoon even een hele praktische vraag, Alex. Is er bij het onderzoek wat je helemaal in het begin noemde, gekeken naar de invoering van de WAB, de WAP, in 2020. Hebben jullie daar iets mee gedaan? Nee. Dat is voor ons als onderzoekers is dat nog te kort geleden. En wij hebben vaak 2-3 jaar nodig om te kunnen zien of door een wetgeving iets verandert. Maar dat staat wel op mijn, het staat echt op mijn lijstje om te zorgen dat allerlei veranderingen in wetgeving, dat we dat komende tijd gaan onderzoeken. Yeah. En ik ben ook met een aantal gemeentes nu projecten aan het doen om te kijken of we de aanpak binnen gemeentes ook kunnen evalueren op effectiviteit. En dan niet door eindeloos veel vragenlijstonderzoek, maar gewoon bestaande data gebruiken op een slimme manier om te kijken of we toch iets kunnen zeggen over effectiviteit. Ja, geweldig. Ja, nou, als je een leuke middag wil hebben, Alex, dan zou ik zeggen, loop de chat even door, want ik hoor een verhaal waar ik blij van word en wat voor mij zoveel bevestigt. Dat is ook altijd fijn, hè, dat je niet altijd nieuwe dingen hoort, maar dat je ook gewoon eens een keer bevestigd wordt in datgene wat je al weet. Dus dat is ook echt, heel fijn. Blijf vooral heel eventjes hangen. Even nog een klein praktisch dingetje. Normaal gesproken zouden we nu het podium oprennen met een bos bloemen en een fles wijn en je dat dan overhandigen als dank voor je praatje. Maar ik heb mij laten vertellen dat we dat op een andere manier gaan oplossen. Dus die hou je nog te goed. Dat komt helemaal te doen. We hebben iemand in ons midden, haar sporen ook al wat dat betreft heeft verdiend. Renske van Dorsen, die vragen we eventjes naar voren. En vooral toch ook eens even te kijken of dat we haar kunnen koppelen aan het verhaal wat net verteld is. Volgens mij is dat best aardig te doen. Renske, ben je in ons midden? Is de vraag. Ja, ik ben er. Ja, dat is hartstikke fijn. Ik ga om te beginnen eens eventjes vragen. Waar werk je nu? Om maar gelijk het verhaal van Alex te bevestigen. Hè? Hoe is het met je kinderen en hoe is het met je werk? Nou, in dit geval gaan we het over werk hebben. Dus waar werk je op dit moment? Waar ben je? Wat doe je? Ik werk wel vanuit huis, maar ik werk nu... Volgens mij zit er even vertraging op de lijn. Ja, klopt. Even kijken of het zo beter gaat. Nou, we horen je in ieder geval, dus dat is al goed. Fijn. Ik werk op dit moment bij een GGZ-instelling in Zeeland. Maar ik ben hier vandaag aanwezig omdat ik voorheen bij Julius GGZ heb gewerkt. En heb bijgedragen aan de opstart van Werk als Beste Zorg. Mm-hmm. En omdat ik dat zo'n leuk project vond en ook eens de andere kant wilde zien, heb ik ook een tijdje bij de sociale dienst gewerkt. Dus ik zie ook een aantal collega's voorbij komen. Ah, nou dat is altijd leuk, want dan wordt het een soort van halve reunie natuurlijk. Dat is altijd wel gezellig. Jij moet volgens mij, hè, je zegt ik vond het heel erg leuk om met dit onderwerp bezig te zijn. Hè? Interessant onderwerp op zijn minst. Een GGZ-instelling. Ik ga toch eens even een paar dingen checken. Want als ik nou bijvoorbeeld eventjes het verhaal van de professor neem en die zegt, joh, die zorg en dat werk en inkomen, dat moet eigenlijk gewoon aan elkaar geplakt zijn. Dat moet een soort tandem duo of trio of wat is een octave, hè, met z'n achter zijn. Wat vind je daarvan als je dat hoort?
Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Want je ziet nu vaak dat het te versnipperd georganiseerd is. En dat je daardoor op wellicht één levensgebied wat kunt bereiken. Maar dat dan soms de andere levensgebieden wat achterblijven. Dus als je dat meer gezamenlijk op kunt pakken, kun je veel meer bereiken voor een individu. Ja, en heb je dan, want dat vind ik wel, dat zit ik maar nu te bedenken. Je hebt de GGZ, hè? Als je daar naar kijkt, naar die branche of naar de mensen die daarin werken, of trouwens in de zorgverlening, het zegt het vaak ook wel, hè? Dat is zorgverlenen. Gezondheid van mensen, psychische gezondheid van mensen. Is dat niet jullie core business in plaats van werk als basis naar gezondheid? Of denk je dat er misschien nog meer vanuit de andere kant gedacht wordt? Eerst zorgen. Ik viel even weg. Ik had hetzelfde probleem als jij, ja, geloof ik. Ja, ik denk... Ja. Ja, volgens mij ook. Ik dacht weer dat het aan mij lag. Maar gelukkig, ik ben het deze keer niet. Nee, ik ben het daar deels wel mee eens. Maar de GGZ is gewoon heel breed, heel divers. Je hebt mensen met lichte problematiek, waarbij een steuntje in de rug op psychisch vlak al genoeg is om ook op die andere levensgebieden weer zelf vooruit te komen. Daarin moet de GGZ zich ook vooral niet gaan bemoeien met al te... Nou, en ze valt toch weer even stil. Veel zaken. Maar je hebt ook mensen die... En even je geluid weer aan, Renske. Je staat gemute. Ah, ik weet niet waarom die op mute ging. Volgens mij zat ik niet aan de knoppen. Tot waar heb je het gehoord? Je hapert eventjes en je viel even, maar begin heel eventjes je verhaal opnieuw. Je alinea opnieuw, om het zo maar te zeggen. Dat is voor de meesten denk ik wel even fijn. Oké. Nou, wat ik zei is dat de GGZ echt enorm divers is. Je hebt mensen die met een lichte ondersteuningsvraag op psychisch gebied bij de GGZ komen en die de rest van het leven zelf heel erg goed op de rit hebben en aankunnen. Daar moeten wij als GGZ ons ook vooral niet te veel mee bemoeien en acteren op hun vraag. Mm-hmm. Maar we hebben ook mensen die soms langdurig en heel ernstig psychisch ziek zijn. En daarbij zie je dat vaak de ziekte ook invloed heeft op veel gebieden. En dus ook op hun werk. En juist bij die mensen zie je dat het, als de GGZ zich daarvoor inzet, een heel positief effect kan hebben, ook op de mate van zorg die een cliënt nodig heeft. Want op het moment dat iemand aan het werk is, Lex zei het al, hebben ze veel meer andere sociale contacten, veel meer eigenwaarde, het geluk wordt ook hoger. Dus vaak zie je dan dat ook de psychische klachten wat afnemen. Dus dat hangt dan heel sterk samen. En juist voor die cliënten is het belangrijk om een verbinding te maken tussen deze velden. Ja, en dan krijg je eigenlijk weer dus dat tandemverhaal, hè? Dat op elkaar geplakt zijn van werk en zorg, dat juist heel dicht bij elkaar moet zijn en dat dat elkaar kan versterken. Zeker. En ik denk dus niet voor iedereen, maar zeker voor een groep GGZ-cliënten dat het heel belangrijk is om dat te doen. Ja, ja, en ik zei het ook al, hè? Werk is gezond voor de meesten. Ja, ja. Het hoeft altijd zo te zijn dat per definitie altijd gezond is. Dat laat het ook wel zien. Jij bent betrokken bij dat project, hè? Zei je al. Dus je hebt daar natuurlijk al wat ervaringen mee opgedaan die hoopvol stemmen of die misschien ook wel uitdagen tot evaluatie. Wat heb jij nou geleerd van dat initiatief Werk als Beste Zorg? Als jij nou gewoon jouw lessons learned zou moeten noemen. Ja, ik zou wel graag dan even terug willen. Lex had het ook kort even over IPS. Julius is als GGZ-instelling ook gestart met IPS. En wat je in die methodiek ziet, is dat eigenlijk bij de GGZ-instelling de verantwoordelijkheid ook voor het werk komt te liggen. Dat is een leuk idee, maar in de praktijk heel lastig uitvoerbaar, omdat je als GGZ-instelling vaak niet over een netwerk beschikt van werkgevers
En in de Drechtsteden ben ik daarom heel blij dat, dat er een aantal mensen bij elkaar zijn gekomen en hebben gezegd van joh, dat moet ook makkelijker kunnen. Dat moeten we als we het samen doen toch beter te realiseren zijn dan dat jullie in een vijver gaan vissen, dan dat wij in een vijver gaan vissen. Dus vandaar, dat is echt de kracht van werken als beste zorg. Het samen doen, waarbij de begeleiding van de psychisch kwetsbare cliënt bij de GGZ-instelling ligt. Maar het stukje begeleiden naar werk en het stukje de werkgever ook klaarmaken voor iemand met een, Lex heeft er een hekel aan dat ik het zeg, maar afstand tot de arbeidsmarkt. Want daar zit ook een enorme winst te behalen. En dat is echt iets waar een sociale dienst bij uitstek goed in is. Ja. En dan heb je het netwerk en dan heb je de gezondheid aan de andere kant. Herken jij vanuit dit soort projecten ook ook wat Lex aangaf, de complexiteit van de regelgeving en van de regels? Want het zijn er niet weinig, hè? Zeker. En dat is ook wel als je de regels daarin ook helemaal leidend laat zijn, dan lukt het ook bijna niet om zo'n project op te starten. Dus ik ben heel erg blij ook dat daar best wel een beetje naar wat rek gezocht is om daar een mouw aan te passen. Ja, en heb je, en daar ben ik nog wel even benieuwd naar, hè? Dan komt Lex met, alsof ik hem al jaren ken trouwens, maar er komt een hoogleraar, die komt naar voren en die zegt, ja, begin eigenlijk met niet zo'n heel positief verhaal. Hè? Nou, we zijn hier 156 mensen die zitten te luisteren en te kijken, zijn iedere dag heel erg druk bezig, werken 40, 50, 60 uur, sommigen iets te veel misschien wel voor de gezondheid en de geestelijke gezondheid. En dan krijg je te horen dat het eigenlijk, het had anders gekund. Doet je dat? Terug naar nog meer zorg in werk en werk in zorg? Of... Ik denk dat het vooral laat zien dat er een hele grote behoefte is aan maatwerk, maar dat maatwerk ook tijd en geld kost in de startfase. En uiteindelijk levert het heel veel op, maar je moet daar wel in durven investeren en willen investeren en om dat uiteindelijk tot een goed einde te brengen. En ik denk dat in de Drechtsteden ben ik ook wel heel erg benieuwd naar deze cijfers. Dat wordt ook los onderzocht door een collega van Lex aan de Erasmus Universiteit. En ik ben heel erg benieuwd of dat onderzoek straks een ander geluid gaat laten zien. Ja, en het helpt. Hè? Want ik zie ook mensen in de chat die dan zeggen, hè, wat fijn dat er gewoon eventjes wat cijfers op een rijtje staan. Dan kun je gewoon ook aantonen of dat iets wel of niet werkt. Dat is altijd heel erg prettig. Ja. Hey, ik ben ongelooflijk blij dat iemand uit Zeeland de tijd neemt om hier eens eventjes het verhaal nog eens een keertje extra te duiden en vorm te geven. Veel herkenning in het verhaal van Lex. En toch ook wel het verhaal, bij sommige mensen heb je echt eventjes intensieve begeleiding nodig voordat je de werkvloer op kan. Dat is niet een tegenstelling, maar dat is ook een constatering. Dat staat naast elkaar. We gaan zo meteen de subgesprekken in, hè, met de onderleiding van een aantal gespreksleiders, top tips en ideeën. Als jij nou een enorme gepassioneerde oproep zou moeten doen over jongens, denk in de subgesprekken vooral eens hierover naar. Of ik ben al 100 jaar op zoek naar. Of nou, kan je dan iets bedenken waarvan je zegt... Ja, voor mij blijft het heel erg bij de eenvoud. Kijk eens in je eigen netwerk wat voor link jij kan leggen om te zorgen dat mensen op een veel eenvoudigere manier kunnen bereiken wat ze willen. Het hoeft niet heel groot, heel meeslepend te zijn. Maar ik denk dat de kracht van werk als beste zorg eigenlijk in de eenvoud zit. Iedereen blijft bij zijn leest, maar we hebben gewoon een goede verbinding weten te leggen. Dus ik zou dat vooral willen oproepen bij alle mensen. Denk eens na over wat jij kunt veranderen in jouw eigen netwerk. Ja, dank. Dat is een mooie brug naar de subsessies. Lex, ik geloof dat je er nog bent. Volgens mij heb jij ook een aantal vragen of haakjes in ieder geval geponeerd om de subgesprekken in te gaan. Dus beide bedankt. Jullie hebben de discussie op z'n zachtst gezegd gestart. Dus dat is fijn. En ik hou er ook altijd van als een hoogleraar zegt, ik erger me wild aan dit soort uitspraken, want het prikkelt altijd lekker, dat is altijd fijn. Dat doet me denken aan jouw collega Jan Rotmans, die kan dat ook altijd zo ongelooflijk goed. En zo ken ik ook een paar bij de Erasmus, die de Henk Oosteling bijvoorbeeld, die dat heel goed kunnen.
We gaan het subgesprek in. Het is al gezegd. Jullie krijgen zo meteen een verdeling die al helemaal is klaargezet door Steven. Ik kijk eventjes naar de camera, naar Steven en Brigitte. Duim omhoog als dat het geval is. Dat is het geval. Dus jullie gaan zo meteen uiteen in de verschillende subgroepen. Onder leiding van de gespreksleiders is praten over regelingen. Over werk als oplossing voor geestelijke gezondheid. En hoe kun je geestelijke gezondheid zo maken dat je weer kunt werken. En hoe kunnen we bijdragen aan het geluk van de andere mens? Want dat is misschien wel de meest cruciale en wezenlijke vraag die we hier vandaag met z'n allen stellen. Zometeen gaan de gespreksleiders ten tijde van dat gesprek, maar zeker daarna, in de chat alle tips en tops en tricks neerzetten die verzonnen zijn in de subgroepen. En samen met Steven, we doen het een klein beetje anders, samen met Steven, na de subgesprekken, als we met z'n allen terugkomen in de centrale ruimte, wordt er gepraat over de top 3 van alle tips en trucs met elkaar. Jullie gaan vanzelf zien hoe dat gaat. In een 3-gesprek geeft Steven dat vorm. Dan gaan we, als we dat hebben gedaan, nog naar een kleine call to action. En krijgen we ook nog een toetje, dames en heren. Want na een goed diner heb je altijd een toetje nodig. Wij hebben Roy in de startblokken staan die via spoken word zijn beeld op zichzelf en de samenleving geeft. Maar daarover later meer. Wat altijd gezond is tijdens dit soort momenten en wat bijdraagt aan de geestelijke gezondheid van ons allen, is dat wij in pauze gaan. En dan stel ik eventjes voor, we hadden tot 10 voor, maar ik doe even tot 5 voor pauze, want we zijn ietsje uitgelopen, alles bij elkaar, maar een klein beetje. Dus ik wil vragen om iedereen uiterlijk 5 voor ervoor te zorgen dat je weer terug bent. En ik denk dat als ik Steven zo inschat, dat je nu al de melding gaat krijgen of dat je uiteen wil in de subgroepen. Klopt dat, Steven? Of ja, ik zat precies te wachten om jou te even onderbreken. Van oké, mag ik nu de mensen naar de breakout room sturen en dat we om 5 voor beginnen? Dus op jouw teken, dan gaan we naar de breakout rooms. En dan kunnen de gespreksleiders de mensen opvangen. Ja, we gaan dan nu naar de breakout rooms en daarna heb je dus tot 5 voor even pauze voor een kop koffie en biologische pauze. Ja, dit klopt. Dit is mooi. Iedereen is weg. Like,